mensen, welkom bij Bellen met Kijkers. Yeah! Ben benieuwd. Hallo? Hoi. Hallo? Hoi. Ik hoor je niet heel goed. Kun je iets dichter bij je mic gaan zitten? Zo goed? Momentje. Misschien kan ik het geluid wat harder zetten. Praat eens. Hoi. Oké, ik hoor je aardig. Is wat te doen. Oké, je bent dus nu in Bellen met Kijkers. Hoe vind je dat? Super toch? Oké, episch. Nee, echt joh. Nou, ik heb jou al een tijdje op Skype, geloof ik. Ik weet niet hoe lang ik je nu al op Skype heb. Maar ik heb je, geloof ik, een keer eerder gesproken, of niet? Ja. Oké, dat vind ik leuk. Ik bedoel, is altijd leuk om iemand al wat beter te leren kennen. Maar kan ik je wat vragen gaan stellen? Ja hoor. Oké, is goed. De eerste vraag die ik je graag zou willen stellen is: wat is jouw favoriete serie die je op dit moment op Bloomberg Gamer te zien is? Tekkit en Survival Island. Tekkit, oké, dan heb je geluk, want dat zijn de echte series waar ik eigenlijk ook het meeste van upload. Ja. En de tweede vraag die ik je ga van stellen is, bij de hoeveel abonnees heb jij me ongeveer leren kennen? Is dat echt bij de 10 of 15.000 of is dat al veel eerder? Weet ik eigenlijk niet. Toen je iets bekender was. Toen ik iets, een beetje na Team Survival zeg maar. Ja. Oké, tof. Ik heb je van mijn zus leren kennen. Oh, je zus. En die is ouder dan jou of, ja, waarschijnlijk wel, want het is je zus. Oké. Tof. Nou, wat ik je dan even wil vragen is, wat is jouw favoriete video, Boomer Game? Is misschien een beetje een moeilijke vraag, want ik heb over de 500 video's, maar is er een video waarvan je echt dacht van, daardoor moet ik abonneren? Nee, eigenlijk niet. Nee, niet? En hou je voornamelijk van de series die ik in mijn eentje doe, of vind je de series die ik met Job doe ook erg leuk? Nou, ik vind Job ook wel leuk, maar hij is zo stil. Ja, Job is wel stil, ja, dat klopt. Ja, dat is meer een beetje hoe Job is, denk ik. Hij is bij al mijn video's eigenlijk wel stil. Maar daardoor kan ik meer vertellen. Dat is wel een voordeel. Maar jij hebt zelf ook een YouTube-kanaal, of niet? Ja, meerdere. Meerdere? Heb je een vlogkanaal, gamekanaal, of heb je gewoon meerdere gamekanalen? Meerdere gamekanalen. Meerdere gamekanalen, vet. En doe je dan gewoon op één kanaal voornamelijk Minecraft en op de andere gewoon andere games? Of doe je gewoon overal een beetje hetzelfde? Nou, ik had één kanaal met heel veel vrienden, maar dat ging een beetje fout. Dat is nu CCD, maar dat proberen we nu zoveel mogelijk weer op te uploaden. Oké, echt dagelijks? Of doe je het gewoon wanneer je zin hebt? Ja, want we hebben niet allemaal altijd even tijd. Oh, je doet het met meerdere mensen? Ja, met ja, ik snap wat je bedoelt, want ik heb dat soms zo. Ik heb ook wel een keer geprobeerd samen met iemand een kanaal te runnen, al zo heel lang geleden. Alleen dat lukt nooit zo goed bij mij. Weet je wat het is? Als je samen met iemand een kanaal probeert te runnen, dan moet echt iedereen tijd hebben. En dat is altijd zo vervelend. En dat is denk ik ook de reden waarom ik het in mijn eentje doe. Ja, we hadden ook heel vaak best wel, nou ja, heel vaak. We hadden soms wel ruzie over dingen. Ja, nee, dat is begrijp. Maar je hebt nooit aan gedacht om zelf een kanaal te beginnen? Jawel, maar ik heb nog niet echt een heel goed opnameprogramma en zo. Ik neem op met OBS, dat is gratis. Dus misschien is dat wat voor jou? Zal even kijken, ik weet het niet. Ik denk het wel, dan. Oké, okay, ja, weet je, dat bespreken we offscreen wel. Ik vind het in ieder geval heel tof dat ik jou wat vragen heb kunnen stellen. Ja, ik ook. En heb je wat vragen voor mij? Misschien is het misschien wel leuk voor de kijkers als je misschien nog een leuke vraag hebt. Mag echt alles zijn, zodra het maar niet te gek wordt. Nee, niet over die. Sorry, wat zei je? Niet over die meisje dan. Nee. Ik heb het gezien met het ding is net. Oké. Niet echt. Ik weet niet hoe je dat noemt. Ik ook niet. Wat? Oké, maar je hebt geen vragen over iets van. Wil je tips of zo? Of heb je iets anders te vragen? Nee, dat heb ik laatst ook al gedaan. Toen had ik ook een beetje geskypt met Fletty. Ja, dat is waar. Dat is altijd wel jammer. Omdat ik jou gesproken heb, dan heb ik natuurlijk al heel veel met je kunnen praten. Maar ja, ik vond het in ieder geval leuk om je te spreken. Ik hoop dat jij het ook leuk vond om nu een keer op Boomer Gamer te komen. Ja. Super tof. Dan wil ik jou bedanken voor het kijken. En dan wil jij anders de video afsluiten? Ik bedoel, je hebt YouTube video, je hebt een YouTube kanaal, dus daar moet je wel ervaring mee hebben. Doe het. Nou, bedankt voor het kijken en ik zie je later, denk ik. Ja, en dat duimpje, en dat duimpje. Dat duimpje moet ook omhoog. Doe groen duimpje, want Job is tof. Nice. Jij bent ook tof. Nou, ik dank jou voor het. Ik wou zeggen, ik dank je voor het kijken. Ik dank jou voor het meepraten in deze video. En dan spreek je nog wel een keer. Ja. Doei. Doei. Nou mensen, ik wil jullie natuurlijk bedanken voor het kijken. Vond je dit nou leuk en denk je, ja Job, ik zou ook willen dat jij mij gaat bedden. Oh. Dan zou ik dat leuk vinden. Laat dan even een groen duimpje achter, top Skype in de comments, deel het met je vrienden. En ik zie jullie later.